Chef Voetbalvaan ten Dries, ik ben maar eens teruggekeerd, want er is nogal veel te bespreken in voetballand. Zou je eerst niet even voorstellen aan de kijkers? Pien CD ben ik. Ik mag Kick-Off presenteren. Ja, hier mag je wel met je naam noemen. Je had me laatst inderdaad die jongen van de Telegraaf genoemd. Maar het gaat hier om het voetbal en niet om mij en misschien ook om jouw analyse natuurlijk vooral. Zullen we beginnen met Nederland zelf over dat we over de Conference League, Europa League, Champions League gaan hebben. Louis van Gaal, wat was je indruk van zijn persconferentie? Nou, hij was een stuk bescheidener en een stuk rustiger dan bij zijn presentatie vorige week. En toen was het echt de grote Louis van Gaal show. Het ging nu voornamelijk over voetbal. Mm-hmm. En dan, ik vind die persconferentie ook heel onderhoudend. En ook kijken van wat hij zegt. En dan, of kijken wat hij zegt en doet hij dat dan ook. En af en toe denk ik wel van, hij praat veel met spelers. Hij luistert naar spelers. Of hij ze altijd ook hoort, dat vraag ik me wel eens af. 3 kwartier met Donny van der Beek gesproken, geloof ik, hè? Ja. Nou ja, dat is vaak ook eenrichtingsverkeer. Dat heeft natuurlijk ook te maken niet alleen met Nederlands elftal, maar ook met de hele situatie waarin Donny van der Beek verkeert. En hij heeft hem ongetwijfeld geadviseerd om zo snel mogelijk naar een andere club te gaan. Ja. Ergens waar hij aan spelen toe komt, want anders raakt hij volledig buiten beeld voor het Nederlands elftal. Ja. Maar ook raakt hij buiten beeld om een mooie transfer eventueel nog te maken of bij een andere club onder dak te komen. Want als jij 2 jaar niet gevoetbald hebt, dan staan de clubs echt niet in de rij. Die is er nu dus niet bij. Over de selectie. Over het grondig bekijken van spelers, zei Van Gaal het volgende. Ik heb een lijst van Frank de Boer van meer dan 60 spelers. En die proberen wij te beoordelen. En dan heb ik ook weer een lijst. Ik kan het jullie wel zien, want ik ga niet individueel over spelers praten. Dit is de speelminutenlijst. Ja. En dat is voor iedere linie. Ja, je kijkt wel bij de goede naam, bij de goede minuten. Over het algemeen wel, ja. Klein dit was de boer was dat nog, hè? Dit was wel aardig, want toen er waren een aantal fotografen. Die begonnen natuurlijk als een wilde te klikken. Want misschien gate, staat wel spelersgate. Ja, functie elders. Ja, hè? Zal dat zeggen? Hè? Wij hebben die foto ook, maar helaas niks te zien. Er stond niks geks op? Nee, er stond heel weinig geks op. Misschien dat er aan de binnenkant wel wat stond, maar dat hebben we helaas niet kunnen zien. Hè? Ja, maar dit is ook maar dit is wel ergens, dat hij dat zo grondig doet. Ja, maar dat doen ze allemaal. Oh. Dat is helemaal niks bijzonders natuurlijk. Kijk, want anders hoef je geen bondscoach aan te stellen. Want dan ga je gewoon op je gevoel af en dan selecteer je wat mensen. Je moet wel kijken of ze gespeeld hebben. Maar hij gaf aan, hij heeft een uitzondering, had hij vorige week, Donny Jan Malen. Ja. Maar hij maakt nu zoveel uitzonderingen dat het eigenlijk ook standaard wordt. Je hoeft niet per se alles 90 minuten gespeeld te hebben. En volledig wedstrijdfit te zijn, want onze grote vriend Martin de Roon zit er ook bij. Ja. Terwijl die niet aan spelen toekomt, omdat hij is geschorst bij Atalanta. Maar dat is de nieuwe kleedkamerspeler. Zullen we er even naar luisteren? Dat zei hij als volgt. De Roon, dat is weer een andere. Die is lid van de spelersraad. En die kan heel belangrijk zijn. Daar heb ik ook met hem over gesproken. Want ik heb met hem gesproken over of hij fit was. Maar daar komt bij dat ik ook mensen nodig heb in de kleedkamer die de taal van de trainer spreken. En hij is een van die spelers die ik dat toedicht. Ja, Dirk Kuyt deed dat in Brazilië, zie je er nog bij. Ja, is dat wel terecht of niet? Nou, ik vind hoe geloofwaardig zijn dat soort spelers als zij totaal niet aan spelen zouden toekomen. En dat denk ik dat heel erg meevalt. En dan heeft de Roon natuurlijk niet de uitstraling en de carrière die Dirk Kuyt op dat moment wel had gehad toen in 2014. Dus ik vind dat altijd een beetje gezocht. Maar ik kan me wel voorstellen dat hij hem de eerste keer bijhoudt. Want misschien wil hij hem op de duur gewoon wel weer selecteren. Maar ook gebruiken voor het Nederlands elftal. Ja. En ik denk dat je wel een beetje moet werken naar een redelijk vaste groep. Omdat die kwalificatiecyclus is heel kort. Hè? Je hebt september, oktober, november. Dat is 3 maanden. Dus je moet toch een bepaald ingespeeld elftal. Het kan niet zo zijn dat het een of andere instuif is dat iedereen iedere keer maar binnenkomt waaien. Nee, het is Noorwegen, Montenegro, Turkije wat er natuurlijk aankomt. Ja. Nog even over de selectie. Malasia erbij, Rensje dus bij voor achter de hand op links en rechts. Ja.
Wie wordt de eerste keeper van het Nederlands elftal eigenlijk? Ja, ik zou het niet weten. Hij heeft het erover gehad van hij wilde de boel opschudden. Hè. Ook de hiërarchie. En dat kunnen vaak met jonge spelers. Ja, misschien zou je wel een jonge speler in de goal. De meest belovende keeper, dat is Justin Bijlo. Kreeg hij vorige week in Europees verband natuurlijk wel een lelijke rode kaart. Mm. Hè. Dat had hem eigenlijk al niet meer mogen overkomen. Ja, Krul is de meest ervaren man. Maar ja, die is voornamelijk aan het vissen bij dat Norwich City. Dat is ook niet zo raar als je tegen Manchester City en Liverpool speelt. Ja, dan hou je over Joël Drommel. Die doet het redelijk, maar is geen... Vind ik nog geen Nederlands elftal keeper. Nee. Oké, dat is het Nederlands elftal. Daar... Zijn vader is hij wel hard op weg, hoor. Ja, precies, ja. Daarover later natuurlijk veel meer. Jij schreef een column waarin je het had over de wilde van het Nederlands voetbal. Zoveel ploegen, alle ploegen eigenlijk, ja. Door naar de poolfase. Maar die Conference League, ik heb even gekeken wat je daar allemaal hebt. Alashkert. Ja, maar straks gaan we Lincoln, ook al die namen... Lincoln, Imps, ja. Anorthosis. Ja, maar daar hoeft Nederlands, de clubs hoeven daar allemaal niet tegen. Want nee. Dan roep ik Tottenham Hotspur. Ja. Ren, ja. Volgens mij moet. Vitesse daartegen. Klopt. Feyenoord, Slavia, Praag. Ja. Best wel zware tegenstander. Union Berlin en Maccabi Haifa. Ja, dus die hebben ook wel een aardige loting. Alleen AZ, ja, dat is volgens mij een Deense ploeg en een Roemeense. En een, ja, Lucic, Jablonek en Randers. Ja, daar speel je natuurlijk allemaal liever niet mee. Daar valt weinig eer te behalen. Dus het klopt wel, maar het is natuurlijk in feite het derde toernooi. Het is het oude UEFA Cup toernooi. Ja, het stelt natuurlijk allemaal niet zoveel voor. Maar ze doen allemaal in ieder geval mee, ja. Tot de winter. Ja. En daar kunnen spelers alleen maar beter van worden. Alleen het punt is wel, en Van Gaal had het daar toevallig ook over. Het aantal Nederlandse spelers in bepaalde selecties, ja, dat wordt natuurlijk wel heel beperkt. Hè. Bijvoorbeeld bij Vitesse, ja, daar spelen natuurlijk bijna... Dat is die bek die dan het verschil maakt, hè, ja. Duitser, geloof ik. Ja, Witek. Dus ja, heeft het dan veel zin. Maar het is altijd goed, ook voor die Nederlandse clubs, voor de uitstraling en goed voor de Eredivisie. Want ja, je wordt toch tot de winter word je continu in beeld gebracht. Ja. En spelers kunnen zich in de kijker spelen. En het is toch vaak het podium waarop andere clubs selecteren. Want ja, Eredivisie, Vitesse, NEC of zo, ja, daar hoef je niemand op te scouten. Nee. En als Roos Schmid slim wisselt, tactisch sterk wisselt, dan zit de volgende fase in de Europa League voor PSV. Dat had hij moeten doen afgelopen dinsdag. Ja, dat ja. Ze misschien nog gewoon in de Champions League gezeten. Van Ginkel had daar kritiek op. Ja, en terecht. Afloop. En terecht. Vond ik heel erg terecht. En hij vond ook... kijk, je hebt ook een aantal grote spelers voorin lopen. Voor een Schmid is dat niet het spel van PSV. Maar als je uiteindelijk ten einde raad bent en dat lukt niet volgens je eigen spel, dan kan je ook Ramaljo of Sangaré kan je dan in de spits zetten en dan wel hoge ballen gooien. Maar de grootste blunder vond ik eigenlijk dat hij Madueke, de man in vorm, dat hij die er gewoon veel te vroeg afhaalt. Ja. He, dat is wel iemand die in een flits een wedstrijd kan beslissen. En ze hadden één doelpunt nodig. Ja, één missen van iemand van Benfica. Staat Jordi Vitesse staat daar. Ja, die scoort niet. Nee. En dat had nou net de kans geweest voor Madueke om wel te scoren. Maar ze waren jong, nog niet helemaal fit, hè? Dan moet je ja, jong, kom op. Ze hebben echt een heel ervaren elftal ook. Er zit ook genoeg ervaring in. Hè. Je hebt Van Ginkel... Nee, maar ik bedoel meer vanwege het feit dat die Madueke wisselt. Ja, het ging ook weer over energie en een lang programma. Daar gaat dat helemaal niet om. Ook als zou die, zeg maar, liggen geblesseerd kunnen raken. Op dat moment staat er zoveel op het spel. Dan moet je gewoon met je beste spelers blijven voetballen. Ja, ja. PSV heeft overigens best een pittige loting, hè? Gekregen met Monaco, Stormgras en Sociedad. Ja, op papier. Maar ik heb dus Monaco tegen... wie waren het? Shakhtar Donetsk gezien. Uitgeschakeld natuurlijk. Uitgeschakeld. Viel echt wel mee. Echt niet zo'n bijzonder elftal. Heel bijzonder. Er kwamen geloof ik 6 wissels in. Onder andere 3 spitsen. En Boadu bleef op de bank. Dus dat is ook niet zo goed. Stoemkraats. Nou ja, de Oostenrijkers zijn lastig. Dat hebben ze vorig jaar of 2 jaar geleden tegen Lask Linz. Hebben ze het lastig gehad. En wie was die derde nou? Sociedad. Sociedad. Vorig jaar hebben ze een heel goed eerste fase van het seizoen gehad. Speelden ze AZ onder andere helemaal weg. Toen kwamen ze uiteindelijk hier in Alkmaar. En toen leek het nergens meer op. Geloof ik, was dat toen. Ja, dus ja, daar hoef je ook niet we zo... We moeten even doorrammen, want we hebben zoveel te bespreken. Ajax, appeltje-eitje. Nou, ik denk dat dit wel een pool is. Hè? Want als je het zeker afzet tegen andere pools die geloot zijn... Ja, dan mag je toch blij zijn dat je Sporting, Dortmund en Beşiktaş hebt. Ja. Nou, het Turkse voetbal ligt helemaal op zijn gat. Dat hebben we gezien met Galatasaray. Dus dat moet dan geen probleem zijn. Sporting, Portugal is een aardige
ploeg. Die heb ik toevallig 2 keer gezien. Die hebben een hele goede linksback. Dat is het grootste talent van Portugal. Okay. Maar dat is een linksback. Nuno Mendes heet hij. En dan heb je Borussia Dortmund. Nou, die hebben 2 leuke spitsen. Haaland en Malen. Maar die heb ik ook niet gezien afgelopen weekend tegen Mainz, geloof ik. Die verloren geloof ik bij Mainz of zo. Dus, zie je dat indekken weer. Begint Ten Hag weer over het indekken. De wens was eerst, zouden ze gewoon moeten overwinteren? Nee, nu is het de wens om te overwinteren. Dat was voor de loting. En nu na de loting is het de dringende wens of iets dergelijks om te overwinteren. Nee, je moet gewoon overwinteren. In zo'n pool moet je overwinteren, want anders heb je geen stappen gemaakt. Ja, tegen Freiburg verloren ze overigens. Freiburg was dat. Dit weekend overigens nog even heel kort hebben Ajax Vitesse en Utrecht Feyenoord. Twee leuke wedstrijden om naar uit te kijken. Zullen we dan internationaal eindigen? Want dat zijn toch wel de grootste voetballers van misschien de afgelopen jaren en de komende jaren. Ja. Ronaldo en Mbappé. Wat ik wel heel raar vind, hè, je denkt van er zit bepaald beleid achter, hè, bij bepaalde clubs. Je gaat dingen proberen, je gaat spelers halen die je elftal beter maken. Maar bij Real Madrid telt dat helemaal niet. En bij Juventus telt dat niet. Maar die maakt je elftal wel beter, Mbappé, als je die... Natuurlijk, je elftal wordt wel beter, maar waarom nu? 2 dagen voor het eind van de transfer deadline. Ja, dan denk ik van, daar moet je natuurlijk 3-4 weken mee werken. En dan kan je zeggen, ze hebben zoveel talent. Tuurlijk, dat is ook zo. Maar daar had je toch veel eerder moeten inspringen. Het is waarschijnlijk, hè, omdat de eerste prijzen zijn natuurlijk de hoofdprijzen. Ja. En nu zakken die prijzen misschien 70 wat. Miljoen. Ja, en Ronaldo natuurlijk precies hetzelfde. Ja, die gaat weg bij Juventus, maar ze zijn wel de hele voorbereiding met hem bezig geweest. Ja, ja, ja. En de nieuwe club, hè, Manchester City wordt dan genoemd. Ja, die wil toch ook een tijdje met hem spelen. Maar die zijn gewoon alweer 2 of 3 wedstrijden onderweg. Ja, 25 miljoen zou dat dan zijn voor Ronaldo. Nou, in Italië is natuurlijk groot nieuws allemaal. Dat, daar is natuurlijk sowieso alles groot nieuws. Ja. Dus. En jij hebt hoog op van de buitenlandse media. Ja. Wil je nog wat kwijt? Ja. Nee, ik heb bijna. Jij doet alles voor mijn voeten weg. Is dat zo? Ja, ik ben gretig, hè? Ja, je bent heel gretig. Volgens mij ben je bij Ellie Lust geweest gisteren. Ja, dat klopt. Ja. En vanavond weer. Maar geen 9 punten tegen de 3 ploegen voor Oranje? Een must? Nou, waarschijnlijk is het niet eens een must, maar zou wel moeten, ja. Okay. Die 3 wedstrijden moet je gewoon winnen. En, ik ben benieuwd, als ik dan nog wat kwijt wil, welk systeem die nu gaat hanteren. Oh, ja. Want het was uiteindelijk, die discussie slaat allemaal nergens op. Maar nu wordt die discussie wel steeds nadrukkelijker gevoerd, omdat hij Bergwijn erbij heeft gehaald. Ja. Waardoor hij wel met een links- en een rechtsbuiten en een links- en een rechtsbuiten daarachter tot zijn beschikking heeft. Dus kan je wel een mooie 4-3-3 spelen. Dus ik ben benieuwd of Louis van zijn nieuwe geloof afvalt en terugvalt op zijn oude geloof en zijn oude visie van de Hollandse school en de 4-3-3. Heb je dat toch nog even mooi gezegd? Juist. Dankjewel. Graag gedaan.